unieke kansen voor waterstofgas in de energietransitie. We zitten midden in de energietransitie. Dit roept vragen op. Wat moeten we doen? Over op All Electric? Kijken naar nieuwe energiedragers als waterstofgas of toch aardgas behouden? Er zijn meerdere oplossingen die naar duurzaamheid leiden. Door gebruik te maken van verschillende energiedragers als elektriciteit, gasvormige en warmtenetten, kunnen we realistische en betaalbare oplossingen neerzetten. Als we kijken naar gasvormigen, dan kunnen we onder andere aardgas, biogas, synthetisch gas en waterstofgas onderscheiden. In de komende jaren stappen we over van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen en dragers. Eén daarvan is waterstofgas, een veelbelovende energiedrager. Waterstofgas is geen energiebron zoals aardgas, wind en zon wel zijn, maar een energiedrager. Dat houdt in dat we er energie mee kunnen produceren. We kunnen er energie uithalen. Waterstofgas wordt al veel toegepast. De industrie maakt jaarlijks duizenden tonnen waterstofgas door aardgas te splitsen, waarbij CO2 vrijkomt. Een andere manier van waterstofgas opwekken die wel duurzaam kan zijn, is de elektrolyse-techniek. We splitsen dan water in zuurstof en waterstofgas. Hiervoor is veel elektriciteit nodig. Als we daarvoor duurzaam opgewekte zonne- en windenergie gebruiken, is er geen CO2-uitstoot en is waterstof daarmee een interessant alternatief voor fossiele brandstoffen. Waterstofgas is niet nieuw, maar het biedt wel nieuwe kansen. Voor verwarming en warmtevoorziening in woningen kan waterstofgas een uitstekende rol spelen, met name in de bestaande bouw. Voordeel is dat we het bestaande aardgasnetwerk met beperkte aanpassingen geschikt kunnen maken voor de distributie van waterstof. Voor de hand liggende toepassingen zijn woningen met een hoog temperatuurafgiftesysteem en slecht geïsoleerde woningen die veel minder geschikt zijn voor een all-electric oplossing of als gevolg van de ligging niet eenvoudig kunnen worden aangesloten op een warmtenet. Waterstofgas als energiedrager biedt veel mogelijkheden en daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Remea heeft de eerste waterstofketel ter wereld ontwikkeld en de eerste projecten zijn veelbelovend. De komende jaren zullen we dan ook steeds vaker zien dat waterstofgas wordt toegepast in pilots en in speciale waterstofwijken. Waterstofgas is veelbelovend, maar er zijn nog zaken die om aandacht vragen. Zo moet de productie van waterstof flink omhoog en zullen er bepaalde aanpassingen nodig zijn aan ons gasnetwerk. En hebben we andere cv-ketels nodig voordat we er onze huizen mee kunnen verwarmen. Waterstofgas is uitstekend op te slaan, goed te transporteren en als het geproduceerd wordt met duurzame energie ook nog eens zonder CO2-uitstoot. Op korte termijn kunnen we al profiteren van waterstofgas wanneer we dit bijmengen in het aardgasnetwerk. Het merendeel van de huidige cv-ketels is hiervoor geschikt. De eerste succesvolle proeven zijn al afgerond en laten ook hier een positief effect op de CO2-uitstoot zien. Wij geloven niet in één oplossing. Remea is van mening dat onze energievoorziening een mix moet zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. Elektriciteit, gasvormigen en warmtenetten helpen gezamenlijk bij de verduurzaming en dus het terugdringen van CO2-uitstoot in Nederland.